Al enkele weken is de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Vlaardingendijk, West-Frankelandse dijk, burgemeester Van Harenlaan en burgemeester Knappertlaan in storing. Uit onderzoek door de gemeente is gebleken dat de storing niet hersteld is en de hele installatie vervangen moet worden. Om die reden werden er tijdens de spits verkeersregelaars ingezet. Maar in opdracht van de gemeente is nu een tijdelijke verkeersinstallatie opgebouwd. Dat is om de doorstroming van het verkeer vlot en makkelijk te laten verlopen. De verkeersregelaars zijn nu niet meer nodig. De tijdelijke verkeerslichten functioneren als een normale installatie. De verwachting van de gemeente is dat op maandag 14 maart wordt begonnen met het installeren van de definitieve verkeersregelinstallatie. Dit neemt zo'n 3 tot 4 weken in beslag. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer deels gebruik blijven maken van het kruispunt.